Welkom allemaal bij de staat op de dingen, hè? Een podium voor de stad van morgen, een nieuw Rotterdam. Mijn naam is Dion, ik ben degene die burgemeester Aboutaleb mag interviewen. En om wat meer ook te vertellen over waar jullie nu eigenlijk terecht zijn gekomen en wat er vandaag allemaal te verwachten is en wat de visie is, mag ik het lid van College Hogeschool Rotterdam voorstellen, Zakia Guerninha. Dankjewel. Zakia, ik hoor waar. Niet aan, nu wel. Test, ja? Oké. Welkom, goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er zijn, ondanks dat er toch nog een kleine nawee van corona is op dit moment waar we allemaal mee te dealen hebben. Ik wilde even de aftrap doen, want dit idee is ontstaan uit een gesprek wat ik zo'n beetje een jaar geleden had met een aantal studenten van ons, waarbij ik zie er al een paar knikken, waarbij we het hadden over wij als onderwijsinstelling zijn heel erg bezig om na te denken wat zijn nou de grote maatschappelijke vragen die ons in de stad Rotterdam bezighouden en hoe incorporeren wij die nu in ons onderwijs. En tot mijn grote verbazing zeiden een aantal van die studenten, ja, beste Zakia, College van de Hogeschool Rotterdam, dat is fijn dat we dat in het klas bespreken, maar we zouden dat graag met wat meer diepgang willen bespreken met de mensen waar het over gaat. Bijvoorbeeld aan de hand van een boek of een film, met woningcorporaties, met, ik zie de politie hier aanwezig vandaag, als het gaat over veiligheid, als het gaat over inclusie met andere maatschappelijke instellingen, waar en wanneer kunnen we dat doen? En dat is het moment dat het idee is ontstaan om met elkaar, hier voor de stad Rotterdam, die al een hele rijke historie heeft als het gaat over dialoogpodia, want het is niet iets wat wij als onderwijsinstellingen sec en alleen doen, maar in connectie met al Arminiuskerk en andere instellingen, om een podium te creëren wat wij hebben genoemd Nieuw Rotterdam. Een podium voor de stad van morgen, voor en door studenten. Dus dit is de aftrap voor het nieuw te creëren dialoogpodium. En welk mooi moment kan je aanhalen om dit te doen als de gemeenteraadsverkiezingen? Als het gaat om het thema burgerschap, hebben wij als onderwijsinstellingen, en dat is niet alleen Hogeschool Rotterdam, het zijn ook de collega's van Alberda, Zadkine, maar ook de collega's van Erasmus, een belangrijke en grote taak om onze studenten mee te geven van wat betekent dat voor jou, dadelijk als in de toekomst, als burger van de stad Rotterdam? Welke rol neem je daar nou precies in? En kijkend naar waar we nu vandaag de dag met z'n allen in staan in de wereld, de geschiedenis, op vandaag de dag, 2000 kilometer hier vandaan, Oekraïne, laat zien dat het deelnemen aan het democratisch proces als actieve burger waanzinnig belangrijk is. En daarom ben ik ontzettend vereerd op de reactie die er kwam vanuit de gemeente, vanuit de burgemeester, wethouders en lijsttrekkers, om vandaag een volle dag te organiseren. Een dag waarin studenten, stakeholders, woningcorporaties, het havenbedrijf in en uit gaan lopen. Dus dat zal een beetje voelen van wie heb ik nu vandaag wel en niet gezien. Want het is een volle dag. Het is 12 uur lang met een diner nog aan het einde. En een lijsttrekkersdebat. Maar ik wens een ieder hier vandaag een ontzettend inspirerende en vooral ook rijk democratisch dialoog toe. En dat dit de aftrap is voor veel meer voor de stad Rotterdam. Een structureel nieuw dialoogpodium op weg naar, zoals wij dat hebben genoemd, podium, de stad van morgen voor Nieuw Rotterdam. Veel plezier allemaal. En dan geef ik nu het woord aan de burgemeester, burgemeester Aboutaleb. Yes. Wij staan, mag het? Ja. Goedemorgen. Jij gaat maar straks natuurlijk het vuur aan de schenen leggen. Dat klopt, dus u mag niet al te veel gaan vertellen. Want dan ik moet niet alles vertellen. Goedemorgen. Ik mag nu 13 jaar burgemeester zijn van deze mooie stad. En ik ben al met al bij elkaar zo'n 18 jaar bestuurder in Nederland. Ik ben begonnen als wethouder in Amsterdam. Jonge mensen onder u weten dat waarschijnlijk niet. Toen ben ik staatssecretaris geweest een aantal jaren. En daarna de keuze gemaakt om naar Rotterdam te komen. En als je mij vraagt wat nou mijn ervaring met zich meebrengt als het gaat om het besturen van zo'n stad en hoe maak je een aantrekkelijke stad in een mooie stad. Maar die vraag heb ik u nog niet gesteld, hè? Zeker. Nee.
Maar ik wil je straks een aanleiding geven om denk ik met elkaar het gesprek aan te gaan over een aantal dingen die ik relevant vind, waarvan denk ik heel veel mensen niet verwachten dat die voor mij heel relevant zijn. Het meest belangrijke asset van een stad, mag ik die vraag aan jullie stellen, wat is de belangrijkste asset van de stad Rotterdam of van de stad überhaupt? Belangrijkste asset? De mensen. En de mensen, daar moeten we het mee doen. En als de mensen de belangrijkste asset zijn van de stad, en je weet dat uiteindelijk die mensen in interactie met elkaar het leven maken, werkelijk het leven maken, kinderen maken, maar ook het leven maken in economische termen. Productie wordt er gemaakt, productie van goederen, maar ook van voedsel en allerlei andere dingen. Dan is het heel erg belangrijk dat het goed gaat in de interactie tussen die mensen. En heel erg vroeger heette dat vredeseducatie. Hoe zorg je ervoor dat er vrede en stabiliteit heerst in een land? Er is geen bedrijf dat naar een land gaat dat instabiel is. Heel lang geleden maakte ik mee dat Albert Heijn in Amsterdam wegging uit Amsterdam Zuidoost. Om één reden. Omdat elke keer 's morgens als de manager een filiaal opendeed, er buitenslapers voor de deur sliepen. Dat vond Albert Heijn geen goede uitstraling voor de eigen winkel. Een winkel waar mensen buiten sliepen. Laat staan, een land in oorlog. Je ziet nu dat massaal bedrijven uit Rusland weggaan. Want die zeggen, ik wil niet geassocieerd worden met bloedvergiet. Dus vrede is een belangrijke stabilisator voor een stad. Om uiteindelijk bedrijvigheid en economische dynamiek tot stand te brengen. Er is een president van een Amerikaanse stelsel van centrale banken, lang geleden, die heeft een keer gezegd, dat heeft hij ook wetenschappelijk economisch onderbouwd, die zegt een stabiele samenleving, dus luister goed, een stabiele samenleving is goed voor 2% economische groei. En dan heb je nog niks gedaan. Je bent alleen stabiel en veilig met elkaar. Dus die mensen die zeiden, we moeten een boek lezen of met een boek aan de slag gaan om met elkaar te discussiëren. Daar moet je in verdiepen. Hoe kan een zachte asset als vrede in een samenleving bijdragen aan 2% economische groei? Een harde asset, een zachte factor, een harde asset. Interessant. En als je dan praat over boeken die tot nadenken stellen. Jarenlang was voor mij het boek van Francis Fukuyama. Die kent de titel van het boek uit 1992. Einde van de geschiedenis en het einde van de mens. Ja, een beetje een verdieping van zijn essay uit 1989. End of History. Dat is een Amerikaanse Japaner. Die heeft op een fascinerende manier weer veel mensen kunnen inspireren, waaronder mij. Wat je allemaal niet in een samenleving kunt doen of in de wereld kunt doen als de wereld geweldloos zou zijn. Nou, ik moet je daaraan voorstellen wat dat betekent. Voor corona, in een jaar, was ik in Abu Dhabi. Ik reis veel voor Rotterdam, omdat we de haven aan de man moeten brengen. En zeker in de energiesector. En nu jagen we op waterstof, die we natuurlijk graag in Rotterdam willen gaan distribueren. En Abu Dhabi is de plek waar veel van die energieproducerende landen bij elkaar komen, zeer regelmatig. En ik mocht daar namens Nederland spreken op het thema energie en energietransitie. En er waren heel veel landen die vertelden wat ze aan het doen waren om met de energietransitie aan de slag te gaan. En er was een minister uit ergens een van de Afrikaanse landen. En die zei van, ja, we hebben geweldige veel bronnen om aan de slag te gaan met de transitie. Maar we missen het geld om daarmee aan de slag te gaan, een verschil te kunnen maken. En toen heb ik tegen hem gezegd, ja, daar moet ik boos over in dat gezelschap. Ik zei, ik ben de enige Afrikaan hier uit Europa die het recht heeft om Afrika te bekritiseren, jullie niet. Ik ben nog geboren met een Afrikaanse vader, een Afrikaanse moeder, Noord-Afrika in dit geval.
Ik zei tegen die minister, als jullie nou een einde maken aan al die burgeroorlogen en het stoppen met het kopen van al dat Amerikaanse oorlogstuig en Russische oorlogstuig, heb je voldoende geld om uiteindelijk aan de energietransitie te gaan werken. Had hij niet van terug. Want dat is hartstikke waar. Ethiopië, een van de armste landen ter wereld. Maar oorlog, ze worden daar nooit oorlogmoe. Ze worden daar nooit oorlogmoe. Nu weer in Tigray, notabene de man van de president van het land die de Nobelprijs kreeg voor vrede, is verwikkeld in een van de grootste bloedige oorlogen in Afrika van dit moment. Francis Fukuyama, lees dat boek en bespreek het nog eens op de hogeschool. Burgemeester, ik ga u onderbreken. Ik wil eindigen met de mededeling. U mag zo meteen een mededeling. Vindt u dat goed? Want ik onderbreek u eventjes. Want het idee, het verzoek van met name de studenten van Rotterdam was om vooral een dialoog te voeren. Want dat werd heel erg gemist. Ja. Het wordt heel erg gemist om dingen ter discussie te stellen. Om verdiepende vragen te stellen. Om gewoon de gelegenheid te hebben om nou wat meer te krijgen dan alleen... Ik had nog twee zinnen en dan was ik helemaal klaar. Ik ga u het woord geven. Ik maak even een bruggetje. Ja. Om wat meer, zeg maar, meer in staat gesteld te worden om ook gewoon niet alleen te luisteren naar, in dit geval wel echt een heel interessant verhaal. Dat is soms niet altijd zo op school, maar er zijn ook momenten van wel. Maar dat is waarom ik u even onderbrak. Ja. Ja. Nee, ik wilde twee dingen zeggen, want jullie hebben vanavond nog een debat met politici. Mm-hmm. Daarom wilde ik graag deze inleiding maken. En je zult zien dat het debat gaat over materiële aspecten. Want dat had de student vandaag ook verwacht. Dat ik zou beginnen over de woningbouw, over de wooncrisis, over de energiecrisis, over wel of niet bouwen van een stadion. Hoeveel sociale woningbouw gaan we bouwen en hoeveel voor de middeninkomens. Daar gaat het debat vanavond over. Gek genoeg, het debat zal niet gaan over mijn inleiding. En toch is mijn inleiding een conditie sine qua non voor al het overige. Als de basis er niet is, kun je luchtkastelen bouwen, maar dan ben je alleen bezig met elkaar gevangen te houden in retoriek. En dus ik wil je dit vandaag maar meegeven en probeer die politici vanavond die elkaar de vliegen gaan afvangen over hoeveel van zus en hoeveel van zo en hoeveel bomen en hoeveel et cetera, probeer ze dit nog even tegen ze aan te houden. Als er niet aan die stabiliteit van een stad gewerkt kan worden om uiteindelijk iedereen daarboven te laten gedijen, komt van al die inhoudelijke projecten, van al die politieke partijen, volstrekt niks terecht. Dat wilde ik jullie meegeven. Want daarom was de inleiding, mevrouw de voorzitter. Dank u wel voor deze inleiding, burgemeester. Laten we misschien ook beginnen om u ook even goed te positioneren. Want een aantal van de wellicht kritische vragen die gesteld zullen worden, horen misschien meer thuis bij een van de lijsttrekkers. En dat heeft ook te maken met dat het soms niet altijd duidelijk is, wat is nou de rol van een burgemeester? Waar liggen wel en niet uw verantwoordelijkheden? Kunt u dat misschien delen? Ja, in ons stelsel heeft de burgemeester een aantal taken. De eerste is... een klein les in staatsrecht. De term wethouder komt in de gemeentewet niet voor. Wethouder bestaat niet. De macht van het bestuurder van een gemeente ligt bij het college, het collectief. Dus een wethouder kan ook niet een besluit nemen. Kan een wethouder niet. Alleen het college kan besluiten nemen. En vandaar dat alle brieven die naar de gemeenteraad worden getekend door de burgemeester en de gemeentesecretaris. Dus het is goed om dat te weten. En de burgemeester is daar voorzitter van het college. Maar ik mag meestemmen. Sterker nog, ik mag de doorslag geven. Dus we hebben nu 10 wethouders. Stel dat er 5-5 verhouding zou zijn. Dan kan ik met mijn stem de doorslag geven. Ik laat dat nooit gebeuren. We zorgen altijd dat we samen besluiten. Maar de burgemeester heeft een andere positie. Dat heet in de wet zelfstandig bestuursorgaan. Het woord zegt het al, zelfstandig bestuursorgaan. Ik mag zelfstandig besluiten nemen. En dat geldt met name op het terrein van de openbare orde en de veiligheid. En als voorzitter van de veiligheidsregio heb ik ook weer een andere verantwoordelijkheid. Namelijk, ik kan als het nodig is de 15 burgemeesters in de regio voor een aantal onderdelen zelfs uit hun verantwoordelijkheid zetten. Dan neem ik de verantwoordelijkheid over. Dat was bij corona het geval. Dan
is Cor Lamers burgemeester van Schiedam. Maar de maatregelen rondom corona in zijn gemeente werden onder mijn verantwoordelijkheid genomen. En ik moest als voorzitter ook in Schiedam aan de gemeenteraad verantwoording afleggen. Dan is de burgemeester zelfstandig bestuursorgaan. Dan in tijden van hele ingewikkelde dingen, als de noodtoestand moet worden uitgeroepen, zijn er in Nederland twee mensen dat kunnen. Dat is de minister van Justitie. Maken van gebruik van de bijzondere bevoegdheden. Dat was bijvoorbeeld met die avondklok het geval. En de burgemeester. Ik kan een gebied in Rotterdam aanwijzen als een verboden gebied voor alles en iedereen. Ik heb er één keer gebruik van gemaakt. Het bezoek van de Turkse minister aan het consulaat in Rotterdam. Horeca ging sluiten. Alles en iedereen moest daar weg. Bijzondere bevoegdheden. Daar hoef ik geen overleg van de gemeenteraad voor nodig. En daar hoef ik ook geen meerderheid van de gemeenteraad voor nodig. Dat zijn bijzondere bevoegdheden die de burgemeester mag hebben. Dan is de burgemeester verantwoordelijk voor de brandweer, de ambulancedienst. Wat noemen we de fysieke veiligheid in de stad en in de regio. En ik ben ook voorzitter van de gemeenteraad. Daar mag ik niet stemmen. Daar is mijn taak bevorderen dat de gemeenteraad het besluit kan nemen. En er is veel werk wat de gemeenteraad, wat burgers niet zien van de burgemeester. En dat is dat ik lobbyist ben voor de stad. Ik moet ervoor zorgen dat de maximale budgetten vanuit Den Haag naar Rotterdam komen. En daar moet ik met ministers en met de minister-president en allerlei andere contacten onderhouden. Maar ook met Brussel, met commissarissen in Brussel. En ervoor zorgen dat er ook Europese budgetten naar Rotterdam worden geleid. Zo krijgen wij in deze maanden 100 miljoen euro voor de haven. Voor de verduurzaming van de haven. Een burgemeester heeft soms een directe verantwoordelijkheid. Zoals in de openbare orde en veiligheid, et cetera. En soms een afgeleide verantwoordelijkheid. Maar de burgemeester kan niet worden gekozen. En ik vind het een zegen. Er zijn heel veel discussies over het kiezen van een burgemeester. Omdat het natuurlijk het meest aantrekkelijke positie is in de gemeente. Vindt iedereen. Maar je voegt een politicus aan een bestaand politiek systeem. Terwijl juist het feit dat de burgemeester niet actief een politicus is. Maar juist een politiek systeem kan begeleiden bij het nemen van besluiten. Dat een zegen is voor dit land. Stel je voor dat ik nu gekozen zou zijn. Voor, zeg, Leefbaar Rotterdam. Wat voor houding ga ik nu aannemen ten opzichte van het opvangen van vluchtelingen? Ja. Want ondanks dat u lid van de Partij van de Arbeid bent, heeft dat geen invloed op uw rol als burgemeester? Ik heb een paar dingen met de Partij van de Arbeid. Ik betaal mijn contributie aan de Partij van de Arbeid. Mm-hmm. Dat doe ik trouw elke maand weer. Dat doe ik met veel plezier. Ik ga naar het congres om al die mensen te ontmoeten en te zien. En ik schrijf af en toe mee aan een verkiezingsprogramma. Als ik denk dat ze verkeerde dingen opschrijven op het terrein van de veiligheid, stuur ik het wel een beetje bij. Maar dat is dan ook echt. Ja. Ik ben niet betrokken bij de actieve politiek van de Partij van de Arbeid. Maar als je wel actief zou zijn en je wordt namens een politieke partij gekozen, dan zijn jouw besluiten politiek gekleurd. Helder. Tenminste, dat gaan we even checken bij met name de jongeren en de studenten. Hebben jullie een vraag? Is de rol en de verantwoordelijkheid van de burgemeester duidelijk? Het was een kleine mini-college. Maar het is ook goed om even te checken of de verstrekte informatie ook goed aangekomen is. Oké, wat ik ga doen is, ik ga een paar vragen stellen aan de burgemeester om een beetje warm te draaien. Hoewel dat eigenlijk niet echt nodig is met deze burgemeester. En daarna krijgen jullie de gelegenheid om vragen te stellen die jullie hebben. Is dat goed? En als er nou tussentijd iets is waarvan je denkt van ja, leuk, maar ik begrijp eigenlijk niet wat de burgemeester zegt. Of nou, dan wil ik wel op doorvragen. Steek even je hand op en dan kom ik met de microfoon naar je toe. Goed? En dit geldt voor iedereen in de zaal, maar de jongeren krijgen de voorrang. Dat is zeg maar. Oké, perfect. U bent vorig jaar ook uitgeroepen tot beste burgemeester van de wereld. Wat deed die titel met u? Leuk. Ja. Ja, en wat houdt zo'n titel dan in? Nou, heel gek. Velen hebben het daarover. Hmm. Ik was in Colombia en ik ben daar ontvangen door de president. Het is geen gebruik dat een burgemeester door een president wordt ontvangen. Maar toen ik bij hem binnenkwam, toen zeiden de world mayor. Dus blijkbaar was hij daar wel gebriefd. Dat komt wel door. En dat is
Misschien doet dat in Nederland dus heel veel, maar internationaal heeft dat wel degelijk een betekenis. Mensen vinden het wel heel bijzonder. En dan is er ook veel interesse in wat maakt dat zo iemand dan zo'n positie heeft. Dat leidt ertoe dat heel veel mensen naar Rotterdam willen komen. Ze dus op onderzoek uitgaan, hoe ziet dat er nou uit? En wat maakt deze man dan dat hij die statuur mag hebben? Dus ja, voor mij past dat in de categorie leuk. Want die titel is het is sowieso heel veel erkenning voor al hetgeen wat u de afgelopen, wat is het, 12, 13 jaar gedaan heeft voor de stad Rotterdam. En er staat ook heel mooi op uw cv voor een vervolgstap in uw carrière. Maar is het ook nog van betekenis voor inderdaad de stad als Rotterdam? Ja, ik denk dat voor Rotterdam wel degelijk een positieve uitstraling heeft. Dat was overigens ook zonder die titel, was het al zo. Je moet je voorstellen, er is in Singapore één keer in twee jaar is er de World Summit of Mayors. Ik krijg een tipje van de techniek. Kunt u de microfoon iets dichter? Ja, daar is de World Summit of Mayors in Singapore één keer in de twee jaar. En daar komt een speciale delegatie uit Singapore met enige regelmaat om te verzekeren dat ik er zal zijn en dat ik zal mogen spreken. En dat is niet omdat ik dit ben als mens, maar de stad Rotterdam heeft een bijzondere betekenis. Wij zijn een van de kleinste steden in de klimaatstedenconferentie van de wereld. Eén van de kleinste steden. Met 650.000 inwoners zitten we met giganten als Rio de Janeiro en New York en Washington en Jakarta zitten we aan dezelfde tafel, omdat we daar de titel hebben van Innovative City. En als je aan Bloomberg, dat is de grote sponsor van de C40, gaat vragen, ken je Abu Talib? Dan zullen ze zeggen, ja, dat is een maatje. Bloomberg is de grote burgemeester geweest ooit van New York. Miljardair, sponsorde recent de campagne van Biden met €1 miljard in Texas. Omdat hij die conservatieve Texanen wilde duidelijk maken dat ze Biden moesten stemmen. Zo iemand, die kent Rotterdam. Dat is toch wel heel bijzonder. En ik denk dat het goed is om je te realiseren dat ook in de wereldhandel, waar wij het van moeten hebben, ook in Rotterdam. Rotterdam draagt bij aan de Nederlandse BBP 50 miljard in de haven per jaar. Mind you, ongeveer 6% van het totale Nederlandse BBP. Die wereldhandel, die wordt je gegund. Iedereen denkt, nee, als je maar excellent bent, dan komen ze vanzelf. Nee, dat is niet waar. Hij wordt je echt gegund. En dus moet je als stad en als burgemeester moet je met elkaar werken aan het vergroten van je gunfactor. En dat is denk ik van grote betekenis. Recent belde het Witte Huis met de vraag of ik mee wilde doen aan een digitale conferentie gesponsord door Biden over local democracy. Omdat zeiden ze, we begrepen dat die burgemeester iets met democratie deed in een wijk geheten Carnisse. Zoiets kleins als zo'n laboratoriumding, een diepte investering van een burgemeester in een wijk, komt op een manier door op een internationaal niveau. Dus ik denk dat je moet realiseren dat die gunfactor van betekenis is. Als ik namens Rotterdam ergens in internationaal opereer en ik na afloop tegen journalisten praat en zeggen ze, wat kom je doen? Standaard is mijn antwoord, ik kom vrienden maken. Omdat waarom komen die containers naar Rotterdam? Ze kunnen naar Antwerpen gaan, toch? Ja. Ze kunnen ook naar Duitsland gaan. Ze kunnen naar andere plekken in de wereld gaan. Maar uiteindelijk gaat het om de vraag van, gun je het Rotterdam? Als je mensen kent, ben je de eerste die ze bellen. Als er iets aan de hand is. Niet alleen maar als het goed gaat, maar ook als het minder goed gaat, bellen ze je ook op. En ik denk dat heel belangrijk is om dat te koppelen aan zo'n statuur. Dus niet alleen een wereldburgemeestertitel, maar ook gewoon überhaupt Rotterdam. Heeft gewoon een hele mooie internationale naam. Helder, oké. Okay. U gaf net al aan, er zijn een aantal onderwerpen die waarschijnlijk sowieso gewoon vanavond besproken moeten worden en ook zullen worden. En dit is het fundament eigenlijk van wat hoger op besloten wordt en vorm wordt gegeven. Maar die onderwerpen die hebben wel invloed op het vertrouwen in de overheid. Maar ook het vertrouwen van de overheid richting burgers. En denk een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de Rotterdamwet. Heeft ook direct invloed op jongeren. De wet was redelijk politiek, maar ook juridisch omstreden. Is iedereen bekend met de Rotterdamwet? Nee?
Misschien even kort, mensen met een bijstandsuitkering die korter dan 6 jaar in Rotterdam woonden, die mochten in bepaalde wijken niet komen wonen. Die hadden geen recht op een bepaalde woning. Heel simpel gezegd. Ja, dat zeg je toch niet goed. Zeg ik dat te kort door de bocht? Nee, ja. Oké. Okay. Kunt u een simpele versie uitleggen die niet te kort door de bocht is? In een aantal wijken, als je geen inkomen hebt uit arbeid, mag je niet wonen gedurende een aantal jaren. In een aantal wijken, dus niet in heel Rotterdam. In een aantal wijken, omdat die wijken zwaar te lijden hebben, om allerlei redenen. Daar kan overigens ook weer van afgeweken worden. Maar het is overwegend wel de achtergestelde wijken, toch? Nee, zeker niet. Er zijn wijken, West bijvoorbeeld, daar is dat minder aan de orde. Maar op Zuid zijn een aantal wijken waar je met een uitkering niet mag komen, omdat de uitkeringsconcentratie in zo'n straat heel hoog kan zijn. We hebben volgens mij een keer meegemaakt dat, als ik me niet vergis, Buenaventura-straat. Als de burgemeester straatnamen kent, dan is het heel goed met zo'n straat of niet goed met zo'n straat. En dit was niet goed met zo'n straat, waar echt een enorme opeenstapeling van vraagstukken aan de orde was. Ja, dan is het niet verstandig om daar weer problemen aan toe te voegen. En die problemen zijn niet alleen overigens van inkomensaard, maar ook mensen met een psychiatrisch probleem of mensen met een crimineel verleden, et cetera. Dan is het handig om niet je eigen problemen te creëren, maar goed te kijken naar hoe zorg ik ervoor dat ik die mensen zo goed mogelijk over de stad kan spreiden. Maar het was wel een wet die politiek en juridisch vrij omstreden. Politiek omstreden, juridisch niet, want juridisch is een wet. Hè? Uh-huh. Dus dat was vrij, maar maatschappelijk is het omstreden. Oké. Okay. Juridisch toch ook wel, want er is wel heel veel discussie ook over gevoerd. Ik heb nog niet meegemaakt dat iemand... Nee, juridisch betekent dat niet houdbaar is. Dat betekent dat iemand naar de rechter stapt en dat de gemeente in het ongelijk wordt gesteld. Okay. Dat is namelijk niet het geval. Kunt u wel vertellen waarom... u heeft eigenlijk al kort uitgelegd waarom de wet er moest komen. Met name ook om... Ik verdedig de wet niet, maar ik vertel waarom die gekomen is. Ja. De reden heeft ook vooral te maken om de leefbaarheid in bepaalde wijken eigenlijk te verbeteren. Leefbaarheid en veiligheid. Heeft u het idee dat de wet ook echt dat effect met zich mee heeft gebracht? Zijn bepaalde wijken er ook echt beter van geworden? Dat weet ik niet zo zeker, eerlijk gezegd. Daar heb ik me niet zo erg mee bezig gehouden of dat effect teweeg heeft gebracht. Maar één ding weet ik zeker. Alle wetten zijn zo ongeveer na 15 jaar obsoleet. Dan zijn ze op. Dan hebben ze hun werk in niet meer. Dan moet je kijken of dat nog zinvol is. Of dat je het op een andere manier moet doen. Een van de dingen die je bijvoorbeeld in zo'n straat kan organiseren. Is dat je bijvoorbeeld een deel van de woningen kunt liberaliseren. Dat je een deel van de woningen op de markt kunt brengen. Wat van sociale woningbouwcoöperaties zijn. Maar dat je die aan bijvoorbeeld middeninkomens kunt verkopen. En dan krijg je automatisch een andere mix in zo'n wijk. In plaats van dat je stuurt op inkomen. Dus er zijn mogelijk ook andere instrumenten denkbaar om hetzelfde effect te realiseren. Instrumenten die misschien toen niet beschikbaar waren. Dus denk ik, dat is goed altijd om na verloop van tijd wetten tegen het licht te houden. Te kijken, doen ze nog wat ze moeten doen? En als dat niet het geval is, dan moet je iets anders verzinnen. Ik zei net dat Fukuyama en het hele verhaal over stabiliteit. Maar wij weten ook als burgemeester uit het oogpunt van openbare orde en veiligheid dat gemixte straten, daar kan mevrouw de agenten daar alles over vertellen, gemixte straten ook veilige straten zijn. Dus straten waar kunstenaars wonen, waar studenten wonen, waar mensen met een uitkering wonen, waar mensen met een inkomen wonen, et cetera, uit arbeid. Als zo'n wijk gemixt is, is dat buitengewoon harmonieuze wijk en het leidt tot veel minder onveiligheidsvraagstukken. Dat is voor studenten die zich bezighouden met integrale veiligheidskunde een bijzonder onderwerp om af te studeren. Oké. Is er al een vraag misschien vanuit het publiek? Ja, kom naar je toe. Sta maar vast op. Het klinkt alsof je diversiteit in een wijk heel erg belangrijk vindt. Zijn jullie verder ook bezig met de diversiteit van natuur in de wijk en wat dat doet met de wijk en de mensen die daar ook wonen? Nog even precies, de diversiteit van de natuur? Ja, zeker. Je hebt het over de diversiteit van de mensen die er wonen in een wijk en dat bevorderend is voor de veiligheid en voor heel veel andere zaken. Merk jij dat je ook dat de stad Rotterdam ook veel waarde hecht aan diversiteit aan natuur? Verschillende soorten flora, fauna en natuur.
wat ook weer zorgt dat de mensen op een prettige manier kunnen wonen. Ja. We doen het zeker, maar het moet zeker beter worden. Ga eens een keer wandelen in Canissen, waar ik dan een keer in de week ben. Dat is een wijk die ik heel goed ken. Daar zul je soms stoepen tegenkomen van 4 meter breed. En alleen wat fietsnietjes. En hier en daar een boom. Ja, dat is natuurlijk onzin om die stoep 4 meter breed te laten zijn. Dus daarvan kan zeker, wij hanteren als loopruimte voor een stoep 1,80 meter, 2,20 meter kan zeker vergroend worden. Dus die tegels moeten eruit. En ik ben heel blij dat bijvoorbeeld in Canisse een club bestaat als, ze noemen zichzelf Klimaatmaatjes. Die bezig zijn met mijn stadsmarineer te plaatsen, maar ook met bewoners, om heel veel groen in de wijk aan te brengen. Ze hebben duizenden bloembollen geplant afgelopen november. En ik ben bijzonder benieuwd naar het beeld straks eind maart, begin april, hoe dat eruit gaat zien. Dezelfde situatie doet zich ook in Nieuw-Westen voor. Daar heb je ook soms stoepen van 4-5 meter, daar kun je een huis neerzetten. We moeten in toenemende mate moeten we gaan vergroenen. Op Zuid trekken we nu 20 miljoen euro uit om Zuid te vergroenen. En de leukste plekken om te vergroenen zijn overigens langs de waterkant. Bij de graansilo's daar komt een compleet nieuw park. Dat is ook ontworpen door de bewoners zelf. Waarschijnlijk gaat het heten de Nelson Mandela Park. Dat wordt een enorme toevoeging aan een enorm versteende omgeving ter plaatse. Daar wordt zelfs een deel van het water, waar nu de binnenvaartschepen staan, een deel van dat water wordt opgeofferd aan een nieuwe groene omgeving. Maar het is nooit genoeg. We maken volgens mij, als ik me niet vergis, in Rotterdam per jaar zo'n 20 hectare groen erbij. Dus eigenlijk het antwoord is ja, u vindt diversiteit in qua natuur, ja. in een wijk, ja, en omgeving. Ik stel het zeer op prijs dat mensen zelf ook een beetje de mouwen opstropen en ook dingen gaan doen. Zo'n buurtklimaatje in Canisse vind ik een fantastisch voorbeeld van een soort activistische groep mensen die zich met groen bezighouden. Er is hier nog een vraag of opmerking. Wilt u staan alsjeblieft? Ja, ik ben Ans Lemmen en ik hoorde u zeggen over die brede stoepen. Nou ben ik heel lang vrijwilliger geweest in speeltuin Tuibenwijk. En daar zijn we natuurlijk bezig om speeltuin zo groot mogelijk te maken. En dan lees je in het allerlei dingen over van de gemeente. Van ja, maar we hebben brede stoepen, daar kunnen de kinderen ook spelen. Dus die 4 meter brede stoepen, die kun je wel groen maken, maar dan kunnen de kinderen niet meer fietsen. En zo blijven er heel veel dingen. En dan had ik nog een ander punt van. Ik woonde heel lang in Mijnsherenlaan. Tuinwijk. daar heb je dus ook heel veel arme mensen, heel veel problemen. Vlakbij de Bonaventurelaan. Waar dus ook grote speeltuintjes op de stoep gemaakt zijn. Ja. Met wipkippen. En daar wonen heel veel arme mensen. En nu gaan ze gewoon een nieuwe wijk bouwen in het park. En dan denk ik, je gaat een nieuwe wijk bouwen, maar helpt dat de mensen die nu in de wijk wonen, die arme mensen, moeten die een nieuwe wijk hebben? Of kan je ook zorgen dat die arme mensen werk krijgen? Ja. Ben je ook misschien trots op dat je arme mensen in Rotterdam hebt? En kunnen wij ook in het nieuwe Rotterdam nog arme mensen? Dank u wel. Dat is een hele mooie vraag. Want dat sluit ook aan bij een ander vraagstuk natuurlijk. Gentrificatie. Er wordt vaak heel veel geïnvesteerd in wijken. Komt ten goede van de nieuwe bewoners. Maar gaat soms ten koste van de oude bewoners. En zeker in de achtergestelde wijken gaat het ten koste van mensen met een kleinere beurs. Ik had het voorspeld dat het debat heel snel over materiële kwesties gaan doen. Toch? Daar zitten we middenin. We vinden het lastig om ook over de fundamenten goed het gesprek te blijven voeren. Nu gaan we het heel snel hebben over wonen en er komt straks andere vraagstuk. Maar het is wel het fundament van het zijn van de mens natuurlijk ook. Dus het is maar net ik bagatelliseer vanuit het niet. Welk perspectief. Ik bagatelliseer het niet, maar ik probeer aan te geven dat het altijd zo gaat. Ja. Maar dat het soms ook goed is om ook over die fundamenten af en toe met elkaar te spreken. Mevrouw, ik ga u wat vertellen. Arme mensen. Iedereen die arme mensen associeert met een probleem, die krijgt het met mij aan de stok. Er zijn heel veel politici die spreken over armoede en arme mensen die het zelf nog nooit meegemaakt hebben. Ik wel. Ik wel. Ik heb diepe armoede meegemaakt. En ik was nooit een probleem voor wie dan ook. Armoede
associëren met problemen voor de samenleving? No way. Ik ken kunstenaars die leven van het minimumloon al jaren. Fantastische mensen. Geweldige toevoeging voor het leven. Dat we kunstenaars hebben in de stad. En er zijn maar weinigen die doorstoten naar hogere inkomens. Velen blijven om dat niveau. Maar dat zijn het zout in de pap. Je kunt niet zonder bijna. Maar armoede, kunt u uw microfoon is armoede associëren met problemen, dat weiger ik. Slopen en bouwen, dat moet je doen als woningen op zijn. Ik heb een keer een heel goed gesprek gehad met de voorzitter van de SP, die inmiddels nu volgens mij burgemeester is geworden in het zuiden van Nederland. Die wilde toen 1000 mensen spreken over het thema wonen. En toen zei hij tegen mij, in Rotterdam wordt veel gesloopt. Klopt dat wel? Nou, dat klopte ook niet, eerlijk gezegd, als je naar de feiten kijkt. Maar ik ben in woningen geweest waar de schimmel aan de muur zit. Waar kinderen op matrassen slapen. En waar zoon Lief eerst naar de huiskamer gaat. Dan kan zijn zus, inmiddels tiener, haar pyjama aandoen. En als ze haar pyjama aandoet, gaat zij naar de huiskamer. Komt hij zijn pyjama aandoen. En daarna kunnen ze in stapelbedden slapen. Als dat een goede woonomgeving, omdat dat arme mensen zijn. Dan zeg je, ja, het zijn arme mensen, dus dat hoort erbij. Dat weiger ik. Dat weiger ik te accepteren. Eigenlijk is het wonen in Nederland helemaal niet een probleem van wonen. Het is een probleem van betaalbaarheid van wonen. En als je daarmee doortrekt, dan kom je bij een heel ander vraagstuk. Dan is wonen eigenlijk helemaal niet een probleem van wonen. Niet een probleem van betaalbaarheid van wonen. Nee, daarmee een vraagstuk van inkomenspolitiek. Daar zijn we dan. Daar zijn we dan. En gek genoeg, en daar gaat de gemeente dan net niet over. Want inkomenspolitiek is een zaak van het kabinet. Maar wat kunt u als burger? Nee, maar ik ben nog niet klaar. Oh ja. Ben nog niet klaar. Dus ik denk dat het belangrijk is om je af te vragen. Hoe kun je die betaalbaarheid bevorderen? De gemeente vraagt geld voor de grond. Als er gebouwd gaat worden door corporaties. De gemeente kan ook besluiten daar geen geld voor te vragen. Dat is een gemeentelijke bevoegdheid. Daar gaat de gemeente zelf over. Zo kun je een aantal zaken met elkaar proberen te organiseren om het zodanig goed te maken dat ook mensen met een kleine portemonnee goed kunnen wonen. Want dat vinden wij. Mensen moeten met een kleine portemonnee fatsoenlijk kunnen wonen. Maar het willens en wetens slechte woningen in stand houden, omdat je zegt, maar daar kunnen arme mensen in wonen. Ja, dat vind ik dus de verkeerde weg. De weg zou moeten zijn, hoe kunnen wij met elkaar organiseren dat dat rijk, want ik ben net over te lachen, want het lijkt soms alsof ik het weg definieer. Nee, ik definieer het zoals het is. Dan mag je van mij als burgemeester verwachten dat ik mijn invloed en mijn gezag ook aanwend in het Haagse, om de gesprekken ook met Hugo de Jonge, die nu verantwoordelijk is voor het wonen, zodanig te organiseren dat dat kan. Overigens, sociaal wonen is wat mij betreft dus niet alleen maar sociale huur, maar het is sociaal kopen. Wij moeten nu niet alleen maar mensen gaan beschermen tot een inkomensgroep van 35.000 euro per jaar, want daar geldt huursubsidie voor. Nee, tot 60.000 euro per jaar moeten we mensen gaan beschermen. Jonge afgestudeerden, net zoekend naar een woning, et cetera, 2.000 euro per jaar per maand verdienend in het begin. Die mensen moet je ook gaan beschermen. Kortom, wonen is wat dat betreft moet je doen als de woningen volstrekt op zijn. Als de woningen niet op zijn, dan is renoveren een veel betere optie om die in stand te houden. Maar met ingrijpen in de fysieke omgeving alleen, red je het niet. De Bijbelse tekst zegt ook altijd, de toestand van de mensen verandert pas als de mensen bereid zijn aan hun eigen toestand te sleutelen. Dat is bijna Archimedes. Ik zeg het nog een keer, de toestand van de mensen verbetert pas als de mensen bereid zijn aan hun eigen toestand te sleutelen. Ik geef u daarvoor een voorbeeld. Een Rotterdamse Turkse vader in de 55, met een dochter van 15. Door omstandigheden is papa in de bijstand. Dat is een laag inkoop. De dochter, 15, bijzonder getalenteerd kind. Ik moet armoedebeleid voeren in de stad. Die vader een extra tas boodschappen per week geven of investeren in dat meisje om een betere kans te krijgen later. Een duivels dilemma. De politiek gaat over keuzes maken. Want dat geld is niet meer dan wat ik heb. Het is een tas boodschappen of dat meisje.
Ik ben geen actief politicus, dat moet je vanavond maar aan de politici vragen. Maar als je mij vraagt welke keuze ik zal maken, zal ik de varen vragen om op een houtje te bijten en dat meisje investeren. De enige manier om reproductie van armoede tegen te gaan. En mevrouw, dat is precies wat met mij gebeurd is. Mijn vader was arm, is nog steeds arm. Maar zijn kinderen, gelukkig geen van hen, heeft te maken met reproductie van de armoede. En op die manier kunnen we onze oudjes nog een beetje stutten. En dat is denk ik, het verhaal gaat daar volstrekt over. Vroeger heette dat het rechtvaardig verdelen van kennis en inkomen. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat dat punt aan de orde is. Wonen is zo gelinkt met de inkomensposities van mensen. En dat dat inkomenspolitiek is en dat je daar de focus op moet leggen. Mevrouw, één momentje hoor, want ik zag hier ook een aantal reacties. Wil één van jullie misschien reageren? Ja. Andere vragen? Nee, eerste reactie hierop. Ja. Elma Oostdoek, Hogeschool Rotterdam. Dank u wel voor uw mooie woorden. En ik zou daarbij willen aansluiten uw herinnering over afgelopen week, waarbij u te gast was in Hillesluis, in verbinding met uw vredeseducatie. Waarbij u heeft meegemaakt dat een hele kwetsbare jongen werd omgeven door zijn omgeving nadat zijn moeder was overleden. Ja. En hij stond daar nu als wijkraadslid u toe te spreken. Ja. En ik denk dat dat naberschap, dat omzien naar elkaar, juist als jongeren kwetsbaar worden, aansluit bij uw inleiding. Ja, fijn. Ja, we hebben elkaar die avond daar ook gezien. Ik vind het zo mooi, die synergie die die avond daar. Geweldig dat mensen echt werkelijk om elkaar geven. Dat Joch, dat is een moeder verloor op de 13-jarige leeftijd, als ik me niet vergis. Had waarschijnlijk een hele ingewikkelde stappen in zijn leven gemaakt. Maar hij was van Turkse origine en degene die hem opving was van, dacht, Surinaamse origine. Zich om die man, om die jongen bekommerde. En dat hij nu eigenlijk een hele mooie volwassene aan het worden is die zich bekommert juist over het maken van verschil in zijn eigen woonwijk. Ja, heerlijk is dat. It takes a village. En de rest kennen jullie, toch? Pias, weer staan. Yes, vraag stellen. Ja, goedemorgen, meneer Aboutaleb. Mijn naam is Marwan. Ik volg de opleiding Finance and Control. Makkelijk gezegd bedrijfseconomie. En ik woon in de gemeente Lansingerland, in Blijswijk om precies te zijn. En mijn vraag gaat over de studieschuld. Wat zijn volgens u de mogelijkheden om studenten in Rotterdam financieel tegemoet te komen voor de schulden die zij tijdens hun studie hebben opgebouwd? Ik moet daarbij wel zeggen dat ik niet de bal bij u wil leggen. Want ik geloof erin dat we het samen moeten doen en positief en enthousiast moeten blijven. En dat is mijn vraag. De mogelijkheden zijn er, niet, zijn er wel, maar het mag niet. Gemeenten mogen op geen enkele manier iets doen wat raakt aan inkomenspolitiek. Dat is echt voorbehouden aan de regering. We mogen het dus niet doen. Heb ik daar opvattingen over? Jazeker. Om te beginnen vind ik het dramatisch dat ooit het nieuwe buurstelsel is geïntroduceerd. Had nooit moeten gebeuren. Een idiote stap. Ben blij dat het nu afgeschaft gaat worden. En ik vind in die zin heel goed dat er een discussie gaande is over de vraag of je studenten die min of meer daar slachtoffer van zijn geweest op enige wijze kunt compenseren. Dat vind ik een hele goede zaak. Ik ben voorstander overigens van een andere manier van het omgaan met studiebeurs. Er zijn in vele landen kun je een deel van je studiebeurs terugbetalen door dingen te doen voor de samenleving. Daar ben ik een groot voorstander van. Als je afstudeert, dat je zegt in plaats van dat je een jaar gaat reizen, veel mensen doen dat, je gaat naar de wereld zien, gun het iedereen. Je kunt ook zeggen, ik ga een jaar voor de samenleving werken. En dat je daarmee als het ware een jaar arbeid teruggeeft aan de samenleving. Dat kan een deels een manier zijn, één, om ervaring op te doen. Twee, om een netwerk op te bouwen. Zeker voor allochtone studenten van grote betekenis. Een netwerk opbouwen. Ervaring opbouwen, netwerk opbouwen. En dat je daarmee een deel van je studieschuld kunt aflossen. Ik ben er groot voorstander van. Neem het mee. Gratis idee. Maar daar ben ik dus een voorstander van. Als we kijken naar studenten met een schuld, en niet alleen studieschuld, maar ook andere schulden, dan zijn dat een diversiteit aan studenten. Niet alleen studenten van kleur, maar ook witte studenten. U zegt dat is inkomenspolitiek, daar gaat de gemeente niet over. Maar nee. Er zijn een aantal gemeenten in Nederland die hebben gezegd, wij nemen de schuld van jongeren, die nemen wij over. In de zin van dat de jongeren dan alleen maar één
schuldeiser hebben die ze moeten afbetalen, zodat ze niet meer al die problematiek... Dat is fijn dat u dat zegt. Voegen. Dat was namelijk mijn idee. Ja, maar, ja. Maar dat is in Rotterdam nog niet geïntroduceerd. Nee, is dat iets? Het is wel mijn idee, maar ik drop mijn idee niet alleen mee in Rotterdam. Ja. Ik drop ze ook op andere plekken. Oké. Okay. Maar het is fijn dat het in andere steden gerealiseerd is. Ja. Maar dat denk ik toch ook wel tof. Ik ben een groot voorstander van... Dat is een goed thema vanavond voor het debat met de politieke partij. Ik ben een groot voorstander van om de schulden... dat kan overigens ook niet bij iedereen. Je moet goed opletten waar je dat doet. Maar om de schulden over te nemen en daar dus maar één schuldeiser te hebben. Ik weet van Stichting Verder Bergen in Rotterdam. Ja. Die doen aan schuldhulpverlening. En dat doen ze op deze manier. Dus dan zorgen ze dat er een soort muur tussen schuldeisers ontstaat en de schuldenaar. En dan gaan ze onderhandelen. En die schuld kopen ze op die manier af. En blijft voor degene die de schuld op zich heeft, maar één gesprekspartner of. Ik ben er groot voorstander van om het te doen daar waar mogelijk. Maar ik ben natuurlijk ook huiverig voor ook die situaties waarbij mensen van de ene schuld in de andere schuld vallen, dan is dat probleem niet zozeer schuldhulpverlening als wel dat er bij de mensen zelf mentaal een probleem aan de orde is waardoor ze steeds schulden veroorzaken. Ja. Dan is de bron niet zozeer het aanpakken van de schuld, maar het aanpakken van het gedrag van persoon in kwestie zelf. Maar daar waar het op deze manier kan, ben ik een groot voorstander van. En soms is het niet of, maar zou het ook en kunnen zijn. Sorry. We hebben nog 10 minuten. Ik heb nog eigenlijk heel veel vragen die ik u wil stellen. Maar ik wil vooral eerst de gelegenheid aan de jongeren in de zaal geven. En vervolgens ook de rest van het publiek. Want ik zou daar iemand zwaaien. Dat heb ik gezien. Maar ik weet dat hier een aantal jongeren zijn die ook vragen hadden voorbereid. Maar nu niet misschien het durven te stellen. Nee, ja? Oké. Okay. Staan. Ja. Nou, als allereerst goedemorgen. Ik ben Noemema en ik had een vraag gerelateerd over criminaliteit. De laatste tijd zie je dat de opkomst van drillrappers veel groter wordt, zeg maar. Althans, in mijn omgeving zie ik dat. En ik wilde vragen of daar een plan van aanpak voor is, of dat die er nog komt, et cetera. Drillrap als kunst, daar is geen plan voor. Dat moeten de mensen vooral blijven doen. Dat is een mooie kunstvorm. Maar voor zover een bepaalde groep jongeren geïnspireerd wordt door drillrap om min of meer anderen uit te dagen en ook te bedreigen. Dat is waarschijnlijk wat je bedoelt. Want ja, ik weet precies wat je bedoelt. Maar drillrap als kunstvorm. Als kunstvorm, dat is fijn. Gewoon blijven bestaan. Maar we zien een groepje jongeren die daardoor echt in de fout komt. En dus niet het aanpakken van de drillrap als zodanig, maar het aanpakken van het fenomeen van messen. Ik heb video's gezien waarbij jonge mensen thuis met een kussen oefenen met steken. Zelf gezien. En ik denk dat een hele, hele nare zaak is. We moeten fors opletten. We zijn bezig met te kijken of er nationale wetgeving kan komen om messenverbod te organiseren. Waar ik ook heel blij mee ben, is dat winkels die messen verkopen nu ook geen messen verkopen aan jongeren. Vroeger kon je er zomaar binnenlopen. We blijven nog een probleem houden met het bestellen van messen. Dat je die kan bestellen met de postbezorging, dat het thuis kan komen. En dus is er een hele belangrijke taak voor de ouders om ook thuis te controleren. Als je weet dat je kind een beetje instabiel is en echt, ouders weten dat prima. Kijk eens morgens voordat je zo een weg gaat wat er in de tas zit. En daarna, repressief, heb ik zelf een boete van 2.500 euro opgelegd de afgelopen periode met enige regelmaat aan jongens met een mes. Volgens mij 5 of 6 gevallen heb ik zelfs die 2.000 euro geïnd. Dat is best veel geld. En we hebben zelfs gezegd, als het een minderjarige betreft, het gaat zo dat je niet onmiddellijk 2.500 euro krijgt als boete, maar we treffen iemand, 15-jarig iemand aan met een mes, dan wordt hij door de politie naar huis gebracht en dan krijgt hij nog thuis een brief bezorgd en een gesprek met de ouders van... Wat zijn de problemen met zo'n joch? Kunnen we nog zo'n gezin helpen? Kunnen we nog interveneren? Kunnen ze misschien jeugdzorg aan de orde? Kan de huisarts nog even kijken naar het gedrag van dat kind, et cetera? Maar als dat kind
tweede keer aangetroffen wordt met een mes, dan leggen we die boete van 2.500 euro op. Dan moeten die de ouders daarvoor bloeden, omdat ik echt vind dat die ouders daar ook een verantwoordelijkheid hebben. Het is of je let zelf op je eigen kind en als je je kind niet aankunt, dat je dan ons moet vragen om hulp. En niet zomaar je kind laten lopen met het risico dat hij iemand doodsteekt. En dat is helaas in Rozenburg gebeurd, dat is al heel lang geleden. Heeft een jongen, een andere leeftijdsgenoot, een vriendje van hem notabene doodgestoken. We hebben hier een vervolgvraag. Ja, Inge van Arenhoek. Ik ben van de opleiding vastgoed en makelaardij, Hogeschool Rotterdam. Leefbaarheid, sociale cohesie, hoe gaan we dat verbeteren? En waar ligt dan volgens u eigenlijk de prioriteit? Met oog ook op de gezonde leefomgeving. Nou, de prioriteit ligt bij mijn inleiding vandaag. Ja, zorg dat je met elkaar kunt rooien in de buurt. En weet u, dat vraagt helemaal niet om veel beleid. Mevrouw sprak er net over. 100 man hadden we daar, denk ik, die avond. Om en bij de 100 man. Dat is het goedkoopste beleidsinstrument wat er bestaat. We hebben daar een beetje rijst met kip gegeten en een kop koffie. Dat is het goedkoopste beleidsinstrument. Mekaar op zoek. Met elkaar dingen doen. Op wijkniveau, op buurtniveau. En als de aanwezigheid van de burgemeester daarbij kan helpen. Want dat werkt wel zo. Als ik langskom, dan komen er veel meer mensen. Dan doe ik dat met veel plezier. Dan kom ik graag een lepeltje rijst mee eten. Maar de leefbaarheid, zorg, vindt een thema met elkaar. Het kan zijn dat je bij wijze van spreken zegt, we gaan met kinderen op straat gaan we papier prikken. En je kunt ook, we hebben tegenwoordig prachtige van die wijkinitiatieven. Je kunt zeggen, als de kinderen dat één keer gedaan hebben, twee keer gedaan hebben, drie keer gedaan hebben, opa, dan gaan we met de kinderen naar de bioscoop en krijgen ze ook nog eens een beetje popcorn mee. Dat je de kinderen op die manier ook kunt belonen voor grote mate van betrokkenheid bij de eigen buurt. En dat het weggooien van een blikje niet vanzelfsprekend is. Eenvoudige dingen, hele eenvoudige dingen waarmee je de samenhang in zo'n wijk met elkaar kunt organiseren. Als iedereen linksom en rechtsom kijkt van zijn huis, heeft hij contact met minimaal twee mensen. Als iedereen dat doet, allemaal linksom, rechtsom, kennen we eigenlijk heel veel mensen. Mijn buurman is helaas overleden. Dat is een vrouw, Zuid-Afrikaanse, had vaak behoefte om naar Zuid-Afrika te gaan. Maar hij was chronisch ziek. Zij moest voor allerlei familierelaties terug naar Zuid-Afrika. En in die periode dat zij niet was, we hadden permanent een sleutel van dat huis. En dan brachten we gewoon een hap eten aan 's avonds naar de buurman. Mijn moeder zei altijd, waar 5 mensen kunnen eten, kunnen ook 6 mensen eten. Ja. Het zijn hele eenvoudige, gewone dingen. En het hangt dus niet af van grote integratienota's aan elkaar. Maar u zegt ook vooral het omkijken naar elkaar is gewoon heel erg belangrijk. Ja, dat was vroeger een CDA-thema. Ja. Omzien naar elkaar. Omzien naar elkaar, oké. Okay. Ja. Hier is nog een vraag. Goedemiddag, ik ben Madewie. Mijn vraag gaat eigenlijk over de woningmarkt. Wat we nu eigenlijk zien is dat heel veel jongeren eigenlijk naar buiten de stad trekken. Omdat de koopwoning en huurwoning echt heel duur zijn geworden. En mijn vraag is, wilt u de regelgeving aanpakken, zodat verhuurders hun prijs niet jaarlijks kunnen verhogen? Of wilt u iets anders doen om de koopwoningen eigenlijk de prijs wat lager te maken? Zodat mensen die gaan overbieden? Sluit een beetje aan op uw eerdere... Ja, ook dat zijn vraagstukken die wij echt niet in onze marge hebben. Nee. Dat moet allemaal de regering doen. Maar we zijn niet helemaal machteloos. Ik ben 2020 voor het eerst gaan werken in Carnisse. En toen kwam ik erachter dat in 6 maanden tijd van alle goedkope huisjes die in Carnisse verkocht werden, overgingen in de handen van beleggers. Daar was ik zo boos over dat ik dezelfde dag de telefoon pakte en de minister van Binnenlandse Zaken en Wonen belde. Ik zei tegen Kajsa, ik heb je nodig. En niet morgen, maar vandaag. Toen zei ze, wat is er nou weer aan de hand? En toen zei ik, nou, dit is aan de hand. En dat heeft erin geresulteerd dat we nu een regeling hebben gemaakt, dat in die gebieden die de gemeente aanwijst, en dat zijn er in Rotterdam bijna de helft van de stad, dat je daar een huis kunt kopen, maar niet om te verhuren als belegger. Dus daar hebben we, en dat is geloof me maar, een majeure interventie in wat wij noemen de markt. Want wij zijn in Nederland heel huiverig om in de markt te interveneren. Dat zien we ook met de prijzen van brandstof. Zeggen we, de markt doet zijn werk. Moeten we vooral niet interveneren. Dus dat, die regel hebben we goed weten in te zetten. Het is mijn interventie geweest en het is nu een regel voor het hele land. Wat wij de komende collegeperiode moeten gaan doen, is echt heel fors meer bouwen. Veel ook divers bouwen. Dus ook voor instappers die willen kopen. Het probleem is alleen,
zeg het in alle eerlijkheid, er is een groot probleem bij jullie zelf. Zal ik je vertellen wat dat is? Als wij een plan hebben om ergens te bouwen, fors weerstand. Forse weerstand uit de buurt zelf. Tussen een moment en voornemen om ergens te gaan bouwen en het daadwerkelijk neerleggen van de eerste steen, 10 jaar. En dat komt door juridische procedures van de bewoners. En de ruimte is schaars. Ruimte is schaars. En we kunnen niet anders dan dat wij compact gaan bouwen. Dus het gaat altijd wel een beetje van uitzicht van iemand of een stukje gras wat daarvoor opgeofferd wordt, et cetera. Maar mensen vinden daar altijd redenen voor om tot aan de Raad van State te procederen. En het duurt dus 10 jaar. Dus kijk niet alleen naar de overheid, terecht. Maar kijk ook naar jezelf en naar de samenleving of dat op deze manier zo moet. We zijn bijna door de tijd heen, maar er zijn nog 2 handen die omhoog gegaan zijn. Dus ik geef jullie 2 nog de gelegenheid en dan moeten we afronden. Ik ga zo naar IKEA. Dat zijn de mensen die weer die woningen van meubels voorzien. Nou, ik had een vraag waar u wel wat aan kan doen. Dat is natuurlijk de veiligheid. Het nachtleven gaat weer open en daarbij komt ook een toename aan seksueel overschrijdend gedrag. En ik vroeg me af, wat gaat u eraan doen zodat mensen zich veilig voelen op straat, vooral vrouwen, als ze naar de club gaan? Want ik weet van veel vrouwen om mij heen dat zij zich niet veilig voelen en dat ze nageroepen worden, dat ze aangeraakt worden terwijl ze dat helemaal niet willen. Dus hoe gaat u dat aanpakken? Er zijn 2 dingen als het gaat om de veiligheid van vrouwen in het uitgaansleven. Dat is wat er in de clubs zelf gebeurt. Daar ga ik niet over. Dat is het beleid van de club zelf. Dat doen we overigens met elkaar. We hebben daar goed overleg over met de exploitanten van nachtclubs. Maar ook met de beveiliging van nachtclubs. Van de week heel nare berichten uit Vlaardingen. Waarbij kennelijk dames gedrogeerd zijn in een van de uitgaansgelegenheid. Dat is dan voor mijn collega Bert om met de uitgaanssituatie daar te spreken. In de op straat zitten we met smart te wachten op initiatiefvoorstel. Roos helpt mij van de Partij van de Arbeid en? In de Tweede Kamer. Partij van de Arbeid en? Was het Partij van de Arbeid? CDA? Of GroenLinks? Zoiets. Tegen straatintimidatie om dit strafbaar te maken. We hebben zelf een regeling gemaakt in de Algemene Plaatselijke Verordening. Om dat ook in de Plaatselijke Verordening strafbaar te stellen. Daar heeft de rechter van gezegd, dat mag niet. Dat moet bij wet worden geregeld. Dus we zitten met smart te wachten op. Dus hoe vervelend dat ook is dat je nageroepen wordt, zelfs als een agent in de buurt is, is het heel lastig strafbaar te maken. We wachten dus op dat initiatiefvoorstel van, ik weet zeker dat het van de Partij van de Arbeid is, maar nog een andere partij was het voor GroenLinks of het CDA. Als die aangenomen wordt, dan kunnen we inderdaad het onder strafmaatregelen scharen en dan kan het op mijn ministerie optreden. Dank u wel. Hier is de laatste vraag. Dat is echt een eer. Nee. Mag ik vragen, ik ben Martijn Katman, waar u